Premier, de bubbels vergroten, maar u blijft wel uw regel van vier hanteren. Want uw maatregelen zijn altijd ofwel te laat, ofwel onduidelijk, ofwel ontoereikend, ofwel vrijblijvend. Nu weer een vrijblijvende aanbeveling rond die mondmaskers. U zou moeten weten dat vrijblijvende aanbevelingen niet werken. Dat heeft op de luchthavens ook niet gewerkt. En zoals gewoonlijk na uw persconferenties blijven er achteraf nog veel onduidelijkheden en vragen over. Deze keer vooral bij de cateraars en bij de eigenaars van de feestzalen. Ook de VVSG, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, die stellen zich vragen bij de onduidelijke basis waarop dat de gemeentebesturen gaan moeten beslissen over die evenementen. Maar eindelijk heeft die evenementensector toch weer enig perspectief en zicht op relance. Mevrouw de Premier, de belangrijkste relancemaatregel die nu moet genomen worden, is het vermijden van een tweede golf. Een tweede golf zou zowel op gezondheidsvlak als op economisch vlak een nieuw drama zijn. De coronacrisis heeft ons al 50 miljard euro aan welvaart gekost. Een nieuwe golf zou nog eens 35, 40 miljard euro aan welvaartsverlies kunnen betekenen. En ik maak er mij echt zorgen over. Als mijn goede collega Sneppe deze week in de commissie van minister De Blok het antwoord krijgt dat deze vakantie mensen die terugkomen uit risicogebieden, dat het geen enkele zin heeft om die te testen, dan is het duidelijk dat men echt wel niet leert uit de fouten die gemaakt zijn. Om die tweede golf te vermijden, mevrouw de premier, moet men massaal testen. Moet er voldoende beschermingsmateriaal zijn. En mijn vraag voor u is hoe ver u staat met die voorbereidende maatregelen. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vragen wat uw voorbereidende maatregelen zijn om die tweede golf te vermijden. En deze federale regering is nu wel mondmaskers aan het uitdelen, weliswaar veel te laat. En over de productie daarvan en de aanbesteding daarvan is het laatste woord nog niet gezegd. Maar dat zijn mondmaskers die u uitdeelt aan de bevolking en geen oogkleppen. Het kleinste kind kan zien dat deze regering deze coronacrisis verkeerd heeft aangepakt. En om die tweede golf te vermijden, mevrouw de premier, is het belangrijk dat die vele fouten en blunders zich nooit meer herhalen. Ik heb ze allemaal opgelijst in een boek. Het is de moeite. Ik zal het voor u vertalen in het Frans als het nodig is. Want die blunders mogen zich nooit meer herhalen. En het is dan ook, meneer de voorzitter, niet uit te leggen dat in dit huis over van alles en nog wat parlementaire onderzoekscommissies worden opgericht, maar als het gaat om een ongeziene crisis met 10.000 doden, veel onnodige doden, het hoogste aantal doden per inwoner, dat men daar te laf is om daar een echte parlementaire onderzoekscommissie voor op te richten, dan vraag ik mij af waar men schrik voor heeft. Dat vind ik het.